Dat Lumumba in Katanga werd vermoord was geen toeval. Daar vierde immers Moïse Tshombe grote triomfen als de stichter van de onafhankelijke Katanga-staat. 11 dagen na de Congolese onafhankelijkheid al had Tshombe de zuidelijke provincie Katanga van Congo afgescheiden. Katanga leverde als koperprovincie het leeuwenaandeel van de Congolese inkomsten. Tshombe maakte daar een einde aan en kwam dusdoende in botsing met Lumumba, die de eenheid van Congo tot iedere prijs wou behouden. Op het eerste gezicht is ook in Katanga alles begonnen met de muiterij van het leger vlak na de onafhankelijkheid. In de hoofdstad Elisabethstad werden 5 blanken gedood. Tshombe, die aan het hoofd stond van de provinciale regering, greep die muiterij aan om de secessie uit te roepen. Leopoldstad wil ons een communistische dictatuur opleggen, zo zei Tshombe, en daar willen we ons niet bij neerleggen. België zou Tshombe daarbij een handje helpen. Belgische soldaten die op de basis in Kamina, in Katanga zelf dus gelegerd waren, werden naar Elisabethstad gestuurd. In totaal zo'n 1500 man. Waren de Belgen in de rest van Congo op eigen houtje opgetreden, in Katanga was dat geenszins het geval. De toenmalige premier Gaston Eyskens. Het geval Katanga vertoont deze particulariteit dat daar de Belgische troepen zijn opgetreden op verzoek zelf van de Katangese regering, voorgezeten door de heer Tshombe. Maar de Congolese regering van Lumumba had de Verenigde Naties gevraagd om de orde te herstellen. UNO-secretaris-generaal Hammarskjöld ging in Elisabethstad onderhandelen met Tshombe om de blauwhelmen ook in Katanga toe te laten. In augustus 60 was het zover, ondanks aanvankelijk verzet van Tshombe. Pas nadat de UNO beloofd had zich niet in binnenlandse conflicten te mengen, gaf hij toe. De blauwhelmen moesten geleidelijk aan de Belgische soldaten vervangen. Het is voor België onmogelijk een soort oorlog te beginnen tegen de UNO. Dat wil zeggen tegen het overige van de wereld. De Belgische regering besloot daarom, zei het zeer tegen haar zin, haar soldaten uit Katanga terug te trekken. De aflossing van de troepen gebeurde op meer dan ordelijke wijze. Maar aan de buitenlandse militaire aanwezigheid in Katanga kwam nog lang geen einde. Wel in tegendeel, ook België liet zich niet onbetuigd. Tshombe wou immers de beschikking blijven hebben over een eigen leger. Daarvoor deed hij in de eerste plaats een beroep op zogenoemde buitenlandse vrijwilligers, huurlingen dus. Uit Zuid-Afrika kwamen ze, maar ook uit Europa, ook uit België. Hun opdracht was het onder meer de Katangese gendarmen op te leiden. Dat waren plaatselijke militairen die door de Katangese regering waren gerecruiteerd en die niets te maken hadden gehad met het muitende Congolese leger. Huurlingen en gendarmes werden onder meer ingezet in het noorden van Katanga, waar de bevolking zich tegen de secessie verzette. Vanwege de barbaarse vreedheden die de huurlingen er begingen, kregen ze al snel de bijnaam Afreux. Het op de been brengen van dat Katangese leger vertrouwde Tshombe toe aan een Belgisch officier. Ook andere Belgische militairen, geen huurlingen, dienden onder Tshombe. Het kwam al snel tot gevechten in regel tussen de Katangese gendarmes en de UNO-troepen. De strijd zou in 3 zogenoemde rounds worden beslecht. Het boterde immers helemaal niet tussen de UNO-verantwoordelijken en de Katangese leiders. Na iedere gevechtsronde werd er weliswaar onderhandeld, maar tot een vreedzame oplossing kwam het niet, zolang de UNO bleef streven naar het einde van de secessie en Tshombe niet wou toegeven. Du côté Katangé, nous n'avons pas aucune intention, n'est-ce pas, de faire la guerre. Mais du côté ONU, si l'ONU se lance de nouveau à faire la guerre, c'est la fin de l'ONU. Het was in ieder geval het einde van UNO-secretaris-generaal Hammarskjöld. Diens vliegtuig stortte neer in Zambia, waar een ontmoeting met Tshombe gepland was. Dat was september 61. De omstandigheden van dit ongeval zijn ook vandaag nog niet opgehelderd. De verhouding tussen de UNO-troepen en het Tshombe-gezinde deel van de bevolking werd er inmiddels niet beter op.
Het kwam zelfs tot rellen tussen Katangese vrouwen en de blauwhelmen. De verzoeningsgezinde Hammarskjöld werd opgevolgd door Roetant, die een veel hardere lijn volgde. In januari 1963 moest Tshombe zich bij de feiten neerleggen. We zijn prêts à proclamer immédiatement devant le monde que la sécession katangaise est terminée. Zo werd de Katangese secessie samen met haar vele slachtoffers begraven. Het avontuur had 2,5 jaar geduurd. Daarmee kwam ook een einde, althans in Katanga, aan een flagrante Belgische inmenging. Ons land had niet alleen troepen gestuurd, er was ook een regeringsvertegenwoordiger in Elisabethstad en de Belgische minister van Afrikaanse Zaken had de secessie openlijk gesteund. Het Belgisch geregeld leger heeft door zijn parachutering op Elisabethstad op het ogenblik van de troebelen, heeft de secessie in feite mogelijk gemaakt. Heeft men op die manier gezocht de secessie een kans te geven, of is het een samenloop van omstandigheden, dat is moeilijk uit te maken. Maar de secessie is gebeurd onder de bescherming, onder de umbrella van de Belgische parachutisten. Toen Tshombe de onafhankelijkheid van Katanga uitriep, was dat geen overhaaste beslissing. Katanga was immers de rijke koperprovincie en dat koper werd geëxploiteerd door de Union Minière, dochter van de Société Générale. Die Union Minière vormde de ruggengraat van de Katangese economische macht. Toen Tshombe droomde van secessie, is het in ieder geval duidelijk dat er een aantal blanken achter en rond hem stonden die behoorden tot wat men de kolonisten noemde. Handelaren en dergelijke, zelfstandigen meestal. Maar het is onmogelijk uit te maken in hoeverre de Union Minière erachter zat. Het is wel duidelijk dat wanneer de secessie doorgevoerd is geworden, de Union Minière geen moeilijkheden heeft gemaakt aan de nieuwe overheden van Katanga, maar de secessie als voldongen feit, dat is het minste dat men er kan van zeggen, volledig heeft gesteund. Dag Hammarskjöld, de UNO-secretaris-generaal, was over de Belgische houding helemaal niet te spreken. En de Amerikanen al even min. De Katangese secessie paste niet in hun strategie. The Americans had more or less implicitly with Secretary Hammarskjöld, Secretary-General Hammarskjöld of the UN, worked out an arrangement that would protect Western interests by keeping the Russians out. And perhaps it was not spelled out quite so clearly on paper, but it was in the air. And the Americans, and Hammarskjöld in particular, were terrifically annoyed that the Belgians did not seem to realize that this was the strategy and kept, in their view, putting their foot in it, refusing to pull out the troops in time, giving the Soviet Union pretexts to complain and eventually to intervene. The issue of Katanga was, of course, central. The Belgian government officially said it did not recognize the secession, but in fact, in terms of actions, military assistance, technicians, and so forth, it did, de facto. There were elements in the United States government which wanted to in the beginning as well. Our consul in Elizabethville originally recommended that we recognize Katanga.